Welkom bij Disneycraft. Geniet van onze nieuwe intro. Heeft Kenzo dat gezongen, jongen? Kenzo heeft dat ingezongen, ja. Heel mooi. Ben ik blij, hoor. En vandaag zijn we met onze grote vriend met de Donald pak. Het blijft een mooi pakje hoor, Jens. Ja, ik vind het een heel mooi pakje, ja. En Irma heeft dan nog wel het donutgoedje op, hè. En nou, Pieter heeft dan het eigenlijke medewerkerpakje. Ja. Want dat is nog steeds een medewerkerpakje, ook officieel. En hier hebben we dan een verloren Stitch. Hallo. En daarachter zien wij iemand met een hele nieuwe skin. Bar. Het is namelijk... Bar. In een heel erg gevaarlijke leeuw. Oh, ik ga alvast weg. Het heet de Narazenleeuw. Narazen. En wat... Oh, hij zegt dus geen... hij zegt geen bron. Hij zegt Narazen. Heb jij een schap? Simpel, jongen. Narazen. Het kan nooit normaal. Nee. Oh, jongens. Dit is een fantastisch begin van deze video. Dood. Ik zit met mijn dood in mijn hoofd. Ik vind het goed. Oh, jongens, dit kan toch niet. En we gaan vandaag serieus aan iets doen. Ik wens je veel succes. Ja, Roberto Tan. En dit is een piraat. Dit is het piratengebied. En dit Igor huisjes, net als daar. En dan is het een soort van, niet spiegelbeeld, maar een soort van... Ja, een piratenmainstreetje hier, omgeving. En dan, dit is echt het piratenomgevinggebied. En dat gaat helemaal door naar hier, dat weet u inmiddels. Helemaal, dit is natuurlijk de vernieuwde ondergang waar we nog steeds het kapje naak hebben neergestaan. Die staat er al zo lang, die staat er lang. En dan hier zien wij het schommelschip die Jens compleet heeft gebouwd. Hier de omgeving en detaillering. En we gaan hier nog dingetjes inrichten. En Irma heeft daar voor me ook aan meegewerkt. En Robbe heeft daar aan meegewerkt. Ik heb het bootje gemaakt. Oh, sorry, Irma heeft de boot gemaakt, dat was hem, maar het is tijd ja, terug, Irma. Ja, dat is de hele tijd. Iedereen weet dat al, joh. Oh. Nee, inderdaad, voor de mensen die het niet weten, Irma heeft het bootje gemaakt, heel goed. Sorry, ik dacht het vergeten. Oh, joh, dat is lang geleden. Nee, maar is lang geleden, heel lang geleden. De jaren 70 dat je dat bootje hebt. En Jens heeft dus hier alle gebouwen gemaakt hier. Compleet havengebied die bij de boot past. Deze is dus verhuisd van de... Even kijken, hij stond naast de Small World. En nu staat hij dus bij het prachtige piratengebied waar hij ook thuis hoort. Wat is het hier? Wat ik denk, wat hangt er nou weer in de lucht? Maar dat is zo'n kut flamingo. Oh ja, die loopt hier. Die vliegt over de hond hier. Ik denk, wat is dat nou? Ik was helemaal daar. Bij dat schommelschip, ja. Ik zie denk ik wat in de lucht hier, dus ik ga kijken. Het is zo'n klote flamingo. Met een pootje ongeveer hoor. Kan je niet beter zo'n pootje doen? Zo? Of zo, hoe doen we? Zoiets, kijk. Zo kan die wel, hè? Of je haalt het middelste weg, ik weet niet hoe dat eruit ziet. Oh, dat kan ook nog wel. Het poten zweven. Ze zweven. Nou, dan maak je het aan elkaar. Zo. Hartstikke mooi. Klachten. Ja. Ik zeg zo houden. Ik heb nog één aanpassing. Oh nee. Domme. Zo. Superleuk. Nou ja. Een straalmotor. Oh, zou je dit niet doen? Kijk. Dat is misschien ook nog leuk. Oh, dat doet hij dus niet. Nee, dat doet hij niet. Dan maar van die rare buttons. Zo slap je er tussendoor. Witte pootjes. Schattig. Ja.
Het lijkt net of hij van die oversized schoenen heeft. Gewoon die king size van die koffeltjes. Oh, dit was de bouwvideo. Ja, dit was de bouwvideo. Ja. Dat is de beste bouwvideo. We hebben flamingo gemaakt. Nou, oké, grap, we doen hem open voor je. Ik weet niet of ze er is, maar oké, dit gebied is geopend. Zo, kijk eens hoeveel volk. Wauw. Ik sluit hem maar weer. Ik wil een rood lopertje. Als jullie dan komen, dan kunnen jullie over de red carpet. En dan, dit is het begin van het gebouw. Van het gebied. Oké, zijn jullie er klaar voor? Kom maar. Hé hey Jens, hier, via de rode loper. Ja, ik ben al ledig voor rood. Oh, daar komt hij, ja. Komen jullie ook? Ja, kom maar. Da 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 da. Da 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 da. Da. Kom jij ook, stoere leeuw? Hij zei naar razen. Dit is echt de bouwvideo, jongens. Oh, sorry. De beste bouwvideo. Sorry, ik doe niks. Ja, zo. Wat is het? Een camera? Ja. Een camera? Oh, kijk, ja. Een camera. Oh, nice. Oh. Nou, het is gesloten. Sorry, naar razen. Hey, Kevin, volgens mij doet je camera het niet, hoor. Nee, nou, nee, hij loopt een piratengebied te filmen, maar op het scherm verschijnt Dukstad. Dat klopt niet. Ik weet niet wat voor lens jij erop hebt zitten, maar... Weet het ook nou, niet. Nou, een zoomlens, als ze hier aan de Dukstad kan. Oh, mooi. En even kijken, random gebouwtjes, hoe gaan we dit doen, jongens? Even kijken, ik ga eens even naar de andere kant kijken, want hoe we dat hier aangepakt. Het is gewoon random. Ik vind die jungle hout vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Daar kan je leuke dingen van maken. En dan pak ik hier trapdoors. En ik pak dark ook wood slabs. En ik pak netherbricks. Hoppers vind ik leuk. En ik vind fences leuk. Hop. En ik vind deze stairs wel leuk. Zo. Hiermee gaan we het gewoon doen. Waarom ook weer niet? Oké, ik heb het gevoel dat ik u dan midden in de aflevering in aan het breken ben nu. Hallo, ja, dat geeft niet. Welkom bij deze speciale aflevering van Disneycraft. Wil je ook op de rode loper lopen? Na lange tijd. Ja, dit was eigenlijk... Ja, de rode loper zit klaar. Nee, kom terug. Oh, chanter. Hallo. Hij weet ook hoe de camera werkt. Echt waar? Nee. Heb je een bril nodig of... Je zit zo diep in die camera te gluren. Kunnen we wel een wc-bril voor je? Voor brillenkoker, voor die stuk. Want die brillen worden niet gaar. Gooi. Volgens mij snapt er een hem niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Hij komt nog wel een keer binnen. Stuk, want de brillen worden niet binnen. Gaar. Hij snapt hem echt niet. Mooi. De helft van de kijkers die snapt hem wel, die ligt nu helemaal dubbel. Ja, ik zie Twins ook wel, even. Ja. Ik zou even terug. Ik snap het wel. Gewoon alleen voor die blik van Vincent zou ik hem al terugspoelen. Yep. Ja, eigenlijk wel. En dan vooral screenshots maken en even tweeten, dat is leuk. Ik vind het niet mooi, maar maakt het uit. Toch een random? We bouwen gewoon door. Ja, inderdaad. Misschien wordt het... Ik ga er wel even wat moois van maken. Random. Ik wend hem eraan. Ja, het wendt wel. Dragon. Het went wel. Ja. Wagonde. Dragon. Leroy, kom online. Je hebt die Skylanders. Heb je die Skylanders wel eens gespeeld, Irma? Dat is helemaal iets voor jou. Ik heb 1 en deel 2 gespeeld. Ja. Echt? Dacht ik al. Het ontbreekt gewoon aan jouw lijstje games, volgens mij. Toch? Ja, toch? Net zes, toch? Ik doe ook even mee. Kijk, okay, ja, Yolo, dat is inderdaad wel dat leuk. Dat is gewoon YOLO. YOLO waterpolo. Nee, alsjeblieft geen keiharde YOLO. YOLO. Geen YOLO? Zo oud alweer, hè? Te oud. Maar het is toch wel, het komt toch in het boek, in het woordenboek ofzo? Of dat was toch, dat was toch selfie? Komt toch in het woordenboek? Weet je, voor mij ook YOLO, dacht ik. Mij wel. YOLO is toch niet eens een Nederlands woord? Heb je wel laatst is dat zo? Dat Floyd zichzelf aan het verdrinken. Oh ja, joh. Nou, lekker. Zijn we er ook weer vanaf? Nou. Grap. Als ze dat hoort. Dit kijkt, we meenen het. Dat hoort eigenlijk in de graf. Ja. Graflor. Graf. Mensen. Warp Kerkhof, even kopen. Ja, Warp Kerkhof inderdaad. Dan kan je graafjes kopen. Een graf kopen, voor je dus die kwans. Een crafting table dan hier. En dit is dus het nieuwe gebied. Een crafting table. En het is best een gaaf gebied, want het is namelijk, er zijn wel echt nieuwe achtbaan hebben we hier. We hebben daar een nieuwe dark ride, loopattractie, puzzelattractie. We hebben een schommelschip wat je kan bezoeken. We hebben natuurlijk de ondergang.
En hier heb je een stuk thematisatie waar we weer nieuwe achievements gaan toevoegen. Misschien wel weer een item die je kan kopen. Dus ja, dit wordt wel echt een heel fantastisch plekje. En dit is natuurlijk wel een soort van... ja, hoe heet dat? Hier begon Disneycraft mee, hè? Bij dit gebied. Want hier, ik geloof dat de Robin Hood... Die was toen ooit de Mickey-achtbaan, de houten achtbaan. Dat was wel een van de eerste attracties samen met de Wonderworld. Maar die Wonderworld is natuurlijk al gerenoveerd. De Robin Hood is nu, of nou ja, de Mickey Coaster is nu ook gerenoveerd. We hebben de ondergang pas gerenoveerd. Daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. En de hele Dive Coaster is eigenlijk vervangen door... of nou ja, eigenlijk de oude stoomtrein is vervangen door de Wondertrein is vervangen door de Dive Coaster. En dit gebied, het was altijd een leeg pad. En nu is het dus een complete omgeving geworden. Dus dat is denk ik wel een verbetering. Het is ook niet... te omschrijven hoe het was vroeger. Als ik de video's kijk van vroeger, dan ik snap er nog steeds niet hoe dat kan. Ik weet ook niet wanneer dat is omgeschakeld, dat het zo mooi werd. Ik denk ook vooral naar 2.0. Denk ik wel, hoor. Jill. Wat doe je nou weer? Ik kwam je ineens tegen. Normaal. Okay. Ja, dan zou ik ook schrikken, ja. Kwam je tegen, nou, oh hey. Ja, het zit hier te bouwen met een donuthoofdje op zo. Je hebt altijd een ander hoofdje, maar zo ziet het ook schattig uit. En hier houdt het op met de stijger inderdaad. En dan kan je hier nog ergens in en dan kan je naar beneden toe lopen. Dat heeft Irma gemaakt, volgens mij dit. Kleine trappetje. Leuk, schattig zeg. En dan kan je weer hier uitkomen en hier kan je dan ook weer naar boven klimmen om dan weer de hangbrug te doen. Dat is heel apart, want dan kan je toch alweer naar... Ja, via dat kan je dan toch weer een rondje lopen, een soort cirkeltje. Hier wil ik kom over de rode lopen. Ach. Mopperie, oh, hier moest ik nog wat bouwen, ja. De nieuwe... Of hier loopt het ook nog een soort van dood. Het wordt gefilmd hier. Door de glascamera. Oh, dat zal wel wat gekost hebben. Glasvezel. Hè? Glasvezel. Ja, ik heb alleen geen beeld. Jongens, kan iemand die eend verwijderen in mijn beeld? Nu? Grote vierde hoofd. Headbangend in mijn cameralens. Lijkt me die bel. Die grote bel. Wist je dat ze hier de Avengers aan het opnemen zijn, Vincent? Nee, waar dan? Ja, waar kijk zo. Ja, hier. Even kijken hoor. Oh ja! Hier, Jens heeft de hoofd. Fucking droog. Is dat zo? Ik geef jou de schuld. Schild. Altijd die, hè? Ja. Als ik een drumcel had gehad hier, dan had hij overuren gedraaid, denk ik. Blauwe grap altijd. Je doet hier al. Nee, gieren. Goed zo, Irma. Gieren. Ja, niet gieren, Irma. Sorry, hoe vaak moet het toch zeggen? Potverdeur. Denk dat we maar geen spelletje lingo met Irma gaan spelen. Echt, hè? Dampier. Twanen. T-W-A-N-A-N. Gieren. Dan krijgt Lucie weer en dan krijgt er nog spontaan een hernia van. Dampier, is het juist. Die gaat de spot aan, krom van loop. Nou, schappie. Kut op dat heen, ja. Kut. Ik heb altijd gezegd dat Lingo een slecht lopend programma is, dus ja. Ik denk dat ze spontaan weer normaal gaat lopen. Alle respect voor Lucille. Lucille is een fijn. Lucille is een shot. Lucille is een shot, ja. Het is helemaal vol schelden, maar uiteindelijk is het toch een shot. Altijd een mooi afzeiken. Prachtig. Mooi is dat, hè? Zo. Ja. Wat is er, Emma? Leuke video. Wat is... Nou, ik heb hem nog niet gezien, dus ik ben best wel benieuwd. Nee, inderdaad. Ik ben ook wel heel erg benieuwd. De mensen die nu kijken, die hebben het wel gezien. Ja, die zetten hem spontaan uit. Die zijn van die Leroy, ik heb hem gelijk weggeklikt. Ja. Toen die Dino dat kanaal in kwam, toen ben ik ermee gestopt. Oh. Ja, die groene smoel in mijn beeldscherm, huppakee. Stopt ik behalve. Of er naar de tokkie zat te kijken. Waar is de Leeuw, jongens? Hebben we hem nog ergens gezien? Ja, ik dacht misschien... Die loopt ergens dan naar razen. Oh, kijk even in dit huisje, misschien zit er een Leeuw in. Oh, ja, is goed. Ik zie alleen een Dino. Voor het raam. Ben ik nou de enige die begrijpt? Yo, ik begreep het niet. Dat meen je niet. Wat
moppen gelijk. Oh jongens, dit is echt slecht hoor. Dit kan zo. Mooie aflevering. Mooie aflevering. Wauw. Misschien als ik deze video terug bekijk, dat ik hem dan wel begrijp. Ja, misschien dat je hem dan ook niet begrijpt. Nee, nee, waarschijnlijk niet. Over een paar weken denk je van, oh, was dat het? Zo mooi, als jij hem wel begrijpt en andere mensen begrijpen het niet. Daar kan ik zo van genieten. Ik begrijp het niet. Hey, maar voor jou, nee, voor jou wacht even. Hij was ook niet voor jou bedoeld. Voor jou heb ik mop uit een moppenboekje voor onder de 12 jaar. Wow. Daar word je niet blij van, want ze heeft een grote neus. Nou. Grote gok, daar kan je gewoon verdomme 10.000 keren. En de auto met je mik geparkeerd. Verdomme, een landingsbaan op neergesteld. Er wordt de A5 nog opgebouwd. Verdomme, een poging op landen. Altijd. Mensen, bedankt voor het kijken. Even klappen. En tot de volgende video met Disneycraft gaan we weer wat bouwen. En vergeet niet de surf te joinen, want het kan altijd. En heeft koekeloeren hoe wij dit verder hebben afgebouwd. Dus koekeloer wij allebei. Doei mensen, doeg! Bedankt voor het meedoen. En bedankt Leeltje en Irma, Jens en Kevin en Roby en Leroy en Gio. Tot ziens. En Vincent. Roby deed niet mee, maar dat maakt niet uit. Jordan. Roby is er. Is vast weer in slaap gevallen. Ja. Oh, dan is deze video voorbij, dan hoor je hem wel hoor. Ja, dat ook. Hey Kevin! Kut Leeuw! Ja.